Maurice Stijn, je speelt gelijk tegen de nummer 10 van de Jupiler League van vorig jaar. Daar kan je niet tevreden zijn volgens mij. Nee, dat ben ik ook niet. Ik vind, om meerdere redenen ben ik geïrriteerd over het spel van een aantal. Ik neem op de koop toe dat ik die ploegen door elkaar heen gooi omdat het conditionele opbouw is. En dat je dan niet in een vaste samenstelling nog speelt die eerste drie wedstrijden. Maar ik vind dat een aantal wel beneden hun niveau hebben gespeeld. En daar ben ik geïrriteerd over, ook naar het publiek toe. Ik vind, de mensen komen toch weer hier naartoe, kopen een kaartje en dan krijgen ze zo'n... Zo'n hele matige wedstrijd voorgeschoten. Met name de eerste helft is natuurlijk beneden pijl. En dat is, daar ben ik geïrriteerd over geweest. Ja. Kan je verklaren waarom sommige jongens door het ijs zijn gezakt? Nee, die kunnen dan toch waarschijnlijk niet opbrengen om in een samengestelde ploeg het maximale eruit te halen. Maar juist dan moet je laten zien dat jij verder bent. En met name mijn ervaren spelers, spelers die vorig jaar gewoon prima hebben gedaan, die geven in zo'n eerste helft niet thuis. Dus dat, daar ben je teleurgesteld over. Andere kant is, laten we hopen dat het een incident is en dat het liever tegen topos is dan richting de competitie. Dus ik hoop dat er een aantal wakker zijn dan vandaag. Wisselde je daarom ook al in de rust? Ja. Duidelijk aangegeven? Nee, want ze zouden allemaal een uur spelen. Maar ik ga niet nog een kwartier naar dat zitten kijken. Dus ik heb in de rust ingegrepen en 6 wissels gepleegd. Was dat je eerste woede-uitbarsting van dit seizoen? Nou, ik ben niet boos geworden. Ik heb alleen gezegd dat ik teleurgesteld was in het spel van een aantal. En dat ik daardoor, in tegenstelling tot eigenlijk de afspraak dat ze een uur zouden spelen, ik ze gewoon in de rust gewisseld heb. Want ik vond het niet best. Uiteindelijk valt de gelijkmaker in de laatste minuut. Tira Katalin, de man die op proef is. Wat voor indruk heb je vandaag van hem gekregen? Nou, ik heb vandaag wel een iets betere indruk gekregen als die eerste wedstrijden. En, hij was ook behoorlijk vermoeid. Hij heeft heel lang doorgespeeld in Italië. En je ziet dat hij gewoon een talentvolle speler is. Dat hij zeker voor het doel een neusje heeft. We moeten kijken of het allemaal ook haalbaar is om hem daarbij te halen. De prioriteiten liggen toch ook met name achterin nog om nog wat erbij te halen. Dus ja, dat moeten we gewoon de komende dagen bekijken. En dat het een talentvolle speler is duidelijk. Maar goed, we moeten kijken of het allemaal haalbaar en past. Nathaniel Wiel heeft voor jullie een aanbieding gekregen. Hoe heeft hij daarop gereageerd? Nou, op de aanbieding weet ik niet hoe hij gereageerd heeft. Ik heb gesproken met hem over zijn rol die ik voor ogen heb voor hem. Daar heb ik vanmiddag mee gezeten. En dat sprak hem aan. En nu is het tussen hem en zijn zaakwaarnemer en de club om daaruit te komen. Je wil hem er graag bij hebben als eerste of tweede rechtsback? Als tweede rechtsback lijkt me. Want Malone heeft een uitstekende ontwikkeling ondergaan. En dat heb ik Wil ook verteld, dat Malone mijn eerste rechtsback is. En, maar hij kan ook linksback spelen. En daar heb ik Super Sepa en Meijer spelen, maar daar kan hij ook spelen. En gedurende het seizoen zie je toch door met blessures of schuiven in de wedstrijd dat iedereen aan zijn minuten komt. En Malone had ook op niks gerekend vorig jaar en die heeft uiteindelijk zich ontwikkeld tot basisspeler. Dus dat kan bij hem ook. Nou, ik heb al van tevoren aangegeven wat zijn rol gaat worden. Maar dat kan per week verschillen. Vanuitgaande dat het gewoon rondkomt, wat moet er dan nog bij komen? Alleen een linksback nog? Ik denk eerder nog een centrale. Daar zijn we nog redelijk mager. En linksback, daar kan ik Super Sepa en daar kan ik ook Meijers zetten. Meijers kan dat in mijn ogen ook uitstekend invullen. En voorin zullen we nog iets moeten. Dus centraal achterin en voorin nog iets. Damiano Schet wilde ik zeggen, zijn broertje Mitchell Schet wordt genoemd. In hoeverre is dat concreet? Nou, dat is in zoverre concreet dat ik ook met hem vanmiddag heb gesproken. Dat het ook een prima gesprek is. Dat we ook een rechtsbuiten zoeken die pure snelheid heeft en die een voorzet heeft. Dat is iets wat we in de groep misten. Dat werd toch vaak anders ingevuld. Dus dat geeft je, zo'n type speler geeft je gewoon veel meer mogelijkheden ook voorin. En dan kun je gewoon ook soms ook eens een ander spel spelen. Met de lengte van Kramer. Vandaar ook Schet en Wil. Conclusie van het gesprek ook positief? Ja, dat hoop ik, dat positief is. Kijk, zij zitten er, de club en de zaakwaarnemers moeten er financieel uitkomen. Wij moeten de mannen gewoon een sportief plaatje geven. En wat dat betreft merk je dat het plaatje zoals het bij ADO ligt voor heel veel jongens interessant is. Want je ziet toch dat na 1-2 jaar ADO dat ze zich ontwikkelen en uiteindelijk weer naar een andere club gaan. Jammer genoeg. Verwacht je ze er al bij zaterdag? Weet ik niet. Geen idee. Dat ligt aan de snelheid van handelen van soms de zaakwaarnemer of soms de speler. Dus ik hoop het wel dat we ze snel aan kunnen sluiten.